In hoofdstuk 5 van het onderdeel intensiteit, onderdeel van de cursus hoogbegaafdheid realiseren. Intensiteit van hoogbegaafden kan leiden tot misdiagnoses en hier komen bij hoofdstuk 5 een algemene advies voor begeleiders. Om te voorkomen dat iemand een misdiagnose krijgt. In de voorgeschiedenis zou je moeten weten of hoogbegaafdheid ooit ergens is geconstateerd. Je zou de bestaande diagnoses opnieuw moeten doen. En kijken of er toen al hoogbegaafdheidskennis is toegepast. Als er twee labels zijn, waaronder één hoogbegaafd, gebruik dan alle adviezen van hoogbegaafdheid voordat je Ritalin gaat slikken, voordat je de adviezen voor Asperger of autisme gaat toepassen, voordat je de depressiehandleiding gaat lezen, eerst die hoogbegaafdheid pakken. En de adviezen daarvan zijn natuurlijk ook versnellen en verrijken, uitdagen, verantwoordelijkheid geven, serieus nemen, erkennen van gevoel, leren omgaan met. Nou, daar is het over straks nog meer. Veranderen van school doet vaak klachten verdwijnen. Een nieuwe leerkracht doet vaak klachten verdwijnen. Of een nieuwe leerkracht doet de klachten ontstaan. Ouders en kinderen onderzoeken ook alles zelf in deze tijd en komen met vragen en oplossingen. En dat vereist dan meer tijd. Dat is een thema wat u hier tegenkomt. Je kan in dit gebied erg doorslaan. We hebben experimenten gezien of onderzoek gezien waarbij mensen een casus krijgen waaruit niets van hoogbegaafdheid blijkt, maar wel alles van nou, iets autistisch of iets van ADHD. En dan zeggen mensen, nou, dat is typisch hoogbegaafd omdat ze te veel opgetriggerd zijn. En die fouten moeten we hier proberen te voorkomen. U en ik kunnen ook door onze geborneerdheid, voorkeur, getraindheid en hoogbegaafdheid overal hoogbegaafdheid inzien. Dat natuurlijk niet kan, dat is onzin. Laten we eerst kijken wat die eerste overexcitability teweeg kan worden begeleid. U ziet hier, ik ga hem weer snel door, u ziet hier te lezen adviezen. Waarbij nadruk ligt op het honoreren van die kwaliteit van die psychomotorische druktemakers. En tegelijkertijd enige aanpassing vragen aan de omgeving. Bij zintuigelijkheid, identito. Vier die kwaliteiten. Zorg voor erkenning van die kwaliteiten. Doe niet alsof het, zoals het bij Aaron het geval is, een last uitsluitend is. Intellectuele honger. Ja, dat is natuurlijk al heel vroeg merkbaar. En bij te veel fantasie. We vinden ook bij volwassen hoogbegaafden vaak dat ze verdwaald raken in stromingen die u en ik als esoterisch zouden benoemen. Zover gaan in hun in de voorstelbare verklaringen van het heelal en de wereld dat je je afvraagt waarom ze die gekozen hebben. Wel nu, hun voorstellingsvermogen is breder, hun denkvermogen is sneller, dus ze gaan vertrouwen op wat ze voor een deel bij anderen gefantaseerd zagen, wat ze zelf ervan vinden. En die emotionele. Algemene adviezen bij hooggevoeligheid en die overexcitability. Dan is natuurlijk zo'n lijst voorleggen aan een groep. Focus op de voordelen. Dat is al eerder gezegd. Vier die verscheidenheid tussen mensen. Zorg dat er spanning en stress niet ontweken wordt, maar gehanteerd wordt. Zorg voor troost en opvang. Het kan stevig aankomen.
Tot zover hoofdstuk 5.